De nachtzoen. Vannacht worden we ontkommerd. Kunnen we onze bekommernis buiten ons ledikant laten. Volgens een man die zich gedragen en gezien weet door God. En ook al weet hij dat hij leren moet om zijn ongeduld in te ruilen voor liefde, is deze afgelopen dag toch goed geweest. We laten ons geruststellen door de nachtzoen van directeur en zakenman Frans Schrijver. Als jij vanavond onze instopper van het vaderland bent, ga je ons geruststellen? Of vind je dat er ook wel eens wakker gelegen mag worden? Als ik mensen moet instoppen, wil ik dat met een gerust hart instoppen. Wat zou dat zijn? Ik kwam laatst een versje van Toon Hermans tegen en die vind ik wel heel erg prachtig. Als ik weet dat er een almachtige God is die mij lief heeft en zich over mij ontfermt, hoe zou ik dan bekommerd kunnen zijn of ongerust? Ben je dat altijd bewust of is dat ene keer dichterbij dan de andere keer? Nee, ik ben er heel erg bewust van, ja. Door de hele dag heen trouwens, hoor. Dus in die zin kan ik mijn zorgen ook, als ik die heb, wel wegleggen. Dan slaap ik over het algemeen ook goed. Ja, die raak ik wel kwijt. Want wat heeft dat dan met elkaar te maken? Je zorgen wegleggen en weten dat er... God is... Nee, ik bespreek dat door de dag heen. Dus als ik hier 2 uur lang in de file richting Amsterdam rij om de opname te doen. En dan heb ik gesprekken. En ja, als je het niet door de telefoon met een ander mens, dan kan dat ook met God zijn. Ja. Doe je dat innerlijk of hardop? Ik kan allebei. Ja. Ja. Dus je voelt je weet je gezien? Ja. Ja. En weet je ook hoe je gezien wordt? Ik bedoel, heeft hij de lol in? In wat je wel en niet doet? Ja, volgens mij geniet hij er wel van. Ja. Ja. Af en toe denkt hij van Frans, nou dat kan ook wel een beetje anders. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, over het algemeen geniet hij er wel van, denk ik. Ja. Stel je, jij hebt vrijwillig voor dit leven gekozen, hè, met alles erop en eraan. Wat je kan en wat je niet kan. En wat kwam je dan doen? Wat moest je leren? Wat ik in dit leven moet leren? Mijn afhankelijkheid, dat ik niet, dat niet alles maakbaar is. Dat niet alles dat je naar je hand kunt zetten. Dat ik heb ook moeten leren dat ik afhankelijk ben van genade. En dat ik mijn kop regelmatig heb moeten stoten om mij wat te vormen. Ja, in die zin heeft het leven moet mij werklouterend in die zin. Een soort safe, van dat kan eraf en dat kan erbij. Ja. Ongeduld bijvoorbeeld. Ongeduld? Ja, vreselijk ongeduldig mannetje. En dat moet je dan maar eens af gaan leren. Ja. Meer liefde erin.